Een heel goedemiddag, geachte parlementsleden, beste voorzitter en leden van de Raad van Bestuur, beste aanwezigen. Ik heet u graag van harte welkom hier in naam van het Vlaams Vredesinstituut voor de voorstelling van het jaarverslag van 2022. Mijn naam is Tine de Donder en ik heb de eer en het genoegen om vandaag de sprekers aan u voor te stellen en het geheel aan elkaar te praten. Ik wil beginnen met allereerst mevrouw Homans te excuseren. Zij kan er onverwachts niet bij zijn vandaag omwille van persoonlijke omstandigheden. Maar gelukkig heeft het Vlaams Vredesinstituut een voorzitter die de geplogenheden van dit huis door en door kent en die met plezier deze namiddag op gang zal trappen. Ik geef hem graag het woord, meneer Jan Peumans. Van Clara, zoals u weet. Hè? En als u een leuk programma wilt horen, moet u altijd luisteren naar Django tussen 18:00 en 20:00 s'avonds. Heel mooi programma. Mevrouw de Donner die presenteert dat de ene week en de andere week. Maar daarvoor zijn we hier niet samen natuurlijk. Maar ik had laatst een mailverkeer met u en toen heb ik gezegd, ja, je moet terugkomen naar hier. U deed dat de vorige keer zo goed, dus bij deze. Maar in ieder geval allemaal van harte welkom op de presentatie van het jaarverslag. Zoals u weet, mevrouw Homans is verontschuldigd. En niemand is vervangbaar, zoals u weet. En zeker niet, ik kan geen vrouw vervangen, dus u moet het met mij doen. En mevrouw de Donder zegt, ja, u kent de geplogenheden van het huis. Ik ben hier al 4 jaar weg, dus ik ben niet meer zo vertrouwd. En ik voel altijd een lichte emotie als ik hier voor die microfoon sta, natuurlijk. Want ik heb 10 jaar dat voorzitterschap hier met veel plezier gedaan. En ik heb ook 10 jaar lang eigenlijk het Vlaams Vredesinstituut gevolgd. En nu als voorzitter sta ik natuurlijk op een andere plaats, want we komen juist in een raad van bestuur. En ja, er zit heel veel dynamiek in het, en dat zult u trouwens ook lezen in het jaarverslag, er zit heel veel dynamiek in het Vlaams Vredesinstituut. Het thema wat men dit jaar gekozen heeft voor het jaarverslag is namelijk dialoog in tijden van onzekerheid. En het is eigenlijk ook een beetje een oproep van onze kant, van het Vredesinstituut, om vandaag in te grijpen en namelijk de dialoog en de banden aan te halen. En het is eigenlijk zoals wie laatst eigenlijk tegen mij zei, de schrijfster Margot van der Straten. Eigenlijk moet u af en toe, als u op een bus zit, of u zit op de trein, want u moet eens opletten, ik ben deze morgen met de trein hier gekomen, die mensen zitten allemaal helemaal geïsoleerd, maar eigenlijk moet u af en toe een keer gewoon een gesprek, een gesprek aanvatten met iemand die u totaal niet kent. En u kunt niet geloven wat een... Wat er eigenlijk allemaal in uw wereld binnenkomt, van iemand dat u denkt van ja, dat is heel waarschijnlijk een saaie professor of zo van de Universiteit van Utrecht, weet ik veel wat. Maar dat is niet persoonlijk bedoeld hier. Maar dan merk je eigenlijk dat je eigenlijk door, ja, dat heeft eigenlijk ook te maken met een stuk met dialoog aangaan met mensen die je helemaal niet kent. En de beste natuurlijke manier om contact te leggen met mensen op de bus, op de tram of waar dan ook, dat is iemand een klein kindje bij heeft of dat hij een hond bij heeft. Het is altijd een reden om, een hond is altijd een kanaal om met iemand in contact te komen. Het zijn maar een paar tips in deze tijden van onzekerheid. U had misschien heel grote woorden van mij verwacht, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Nu, het werk dat het Vredesinstituut verzette in 2022 was omvangrijk en heel gevarieerd. Directeur Niels Duquette, die dat trouwens heel goed doet. En ik zeg dat niet omdat hij mij dat gevraagd heeft, hij had me dat al gevraagd, maar ik zeg bij deze nog eens. Maar directeur Niels Duquette geeft straks eigenlijk een overzicht van, de, van datgene wat het Vlaams Vredesinstituut het afgelopen jaar allemaal gepresteerd heeft. En u weet ook, of u weet niet, maar onderzoekers die verkennen heel verschillende paden van polarisering naar herinneringseducatie en van wapendoorvoer, over vuurwapens, over kernwapens. En we hebben vanmorgen trouwens een eerste advies geformuleerd over Vlaanderen als vredesregio. En daar zitten wel heel bijzondere, allee, Zonne-Weerenboord, de Universiteit van Gent heeft dat onderzoek trouwens gedaan. En dan hebben we een uiteenzetting gehad van de professor waar ik de naam van vergeten ben. Maar het is een uitgeweken Vlaming die probeert les te geven aan de Universiteit van Utrecht. Waar zit hij? Nee, nee, u niet. Nee, nee, ik heb het niet over u, over uw collega van u. Ah, hij zit helemaal achteraan, bescheiden in de zaal, zoals de Vlamingen altijd zijn. Nederlanders gaan altijd op de eerste rij zitten, Vlamingen gaan altijd heel achteraan in de zaal zitten. Nee, nee, in ieder geval, ik,
ik vind in ieder geval ook de onafhankelijkheid van ons instituut, ik vind die heel belangrijk en ik hoop dat het ook zo blijft. Daar staan we op, hè, Niels, met uw medewerkers. En ik wil ook als voorzitter toch al de medewerkers, maar ook de leden van de Raad van Bestuur en van de Wetenschappelijk Adviesraad wil ik toch bedanken voor hun inspanningen die ze het afgelopen jaar gedaan hebben. En ik moet zeggen, het gebeurt eigenlijk altijd op een heel constructieve manier. Dit bij wijze van inleiding, kort maar krachtig. Ik wens u een prettige voortzetting van deze presentatie van ons jaarverslag. En ik geef graag het woord aan de schitterende stem van mevrouw De Donder. Dank u wel, meneer Beumans, voor deze mooie en geanimeerde inleiding van deze middag. Ik wil u graag onze eerste spreker van vandaag voorstellen. Dat is professor Dr. Jolle Demmers. Zij is hoogleraar Conflict Studies en departementshoofd bij het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Daar richtte ze het Center for Conflict Studies op. En tegelijkertijd speelt zij een belangrijke rol in cross-disciplinaire projecten op het snijvlak van politiek, oorlog en kunst. Zo zetten ze onder meer een project op met de Koninklijke Vlaamse Schouwburg. En ze weegt ook op het beleid. Onder meer via de Nederlandse Commissie Vrede en Veiligheid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, via de Wetenschappelijke Adviesraad van Defensie en via verschillende opiniestukken, bijvoorbeeld over de oorlog in Oekraïne. In de komende minuten vraagt zij zich af of de nabije toekomst van Europa onvermijdelijk gewelddadiger wordt dan de voorbije naoorlogse periode. Professor Demmers, ik geef u graag het woord. Ga ik eerst het gesprek omhoog. Dat is heel mooi. En een glaasje water. Goedemiddag. De waanzin van oorlog waart door Europa. Een nieuwe ronde van dood en verderf zal zich als voorjaarsoffensief de komende maanden verder rondvreten. Via de eindeloze reeks aan GoPro en dronebeelden op YouTube kan iedereen die het kan verdragen zien hoe militairen en reservisten, mijnwerkers, pompbedienders, ICT'ers, jong, oud en middelbaar van dichtbij worden doodgeschoten of van veraf uiteen worden gerukt. Opgejaagd in modderige loopgraven of zich verschansend achter roestige landbouwmachines. In Bakhmut ging de afgelopen week het verhaal dat de levensverwachting van gemobiliseerde troepen aan de frontlinie 4 uur bedroeg. Het is best mogelijk dat een deel van deze mensen bereid is te sterven en te doden voor het vaderland, de natie en de vlag. Ook zullen erbij zijn die worden aangetrokken door het avontuur, het heldendom en de kameraadschap aan het front. En dan zijn er nog de fractie fanatici en de sadisten, doorgedraaid of gedreven door wraak, voor wie oorlog vermaak is of een uitlaatklep. Maar net als in alle andere oorlogen wil het grote merendeel van deze mensen gewoon naar huis. Dat het in godsnaam maar over is. Hun kinderen terugzien, hun ouders en geliefden. Voor hen is de oorlog een ongekozen plicht. Ze maken zich klein, ze bevuilen zichzelf en schieten in de lucht omdat ze niet kunnen doden. En dan heb ik het nog niet over alle secundaire gevolgen van deze oorlog. De ontheemde, de toxische vervuiling met binnenkort mogelijk verarmd uranium. De toename van de illegale wapenhandel en een kans op een nucleaire escalatie. In al onze discussies over winnen, over panzerhauwitsers, Leopards en F-16's, zou dit beeld centraal moeten staan. En daarbij de vraag hoe dit geweld zo snel mogelijk kan worden beëindigd. En hoe al die mensen aan het front, ook de gemobiliseerde Russen, steeds vaker bestaand uit etnische minderheden uit Siberië, terug kunnen naar hun moeders in plaats van aan flarden te worden geschoten door een switchblade drone. Voor het beantwoorden van die vraag is analyse, realisme en strategisch inzicht nodig. Maar ook wijsheid en humaniteit, verbeeldingskracht en empathie. Houd van uw vijand en haat uw vrienden, hield Nietzsche ons al voor. En misschien klinkt dat u wat hoogdravend of puberaal in de oren, maar we kunnen wel wat dwarsdenkers gebruiken in deze tijd van zwart-wit denken. Het is al snel pervers hier te staan in het veilige Brussel en iets te beweren over geweld ver weg, over het lijden van anderen. En dat is ook nu zo. Beter is het te kijken naar het eigen aandeel in zowel de aanloop als de ontwikkeling van deze oorlog en te bezien of er nog een uitweg is.
En dat zal ook het uitgangspunt zijn van deze korte lezing. Want of we het nou willen of niet, dankzij de miljarden aan wapenleveranties, de intensieve trainingen, inlichtingen en ook de real-time targeting, zijn we al lang deelgenoot van deze oorlog. En daarmee dragen wij mede verantwoordelijkheid voor zowel de escalatie naar nog meer gruwelijkheden als een uitweg uit deze hel. Het duiden van geweld leidt al snel tot ongemak. En ook vandaag zal dat wel blijken. En daarvoor zijn op zijn minst twee oorzaken aan te wijzen. Allereerst is het goed om te benoemen en ook te erkennen dat geweld sterke emoties oproept. Geweld vraagt om morele duiding en aan begrenzing. We vallen routineus terug in groepsdenken. Wij, zij. Waarbij we geneigd zijn te geloven dat ons eigen geweld goed en rechtmatig is. En dat van de ander barbaars en duivels. Deze tweedeling duldt geen tegenspraak. De grammatica van oorlogstaal is dwingend. Zij kent louter tegenstellingen. Een dissident wordt op zijn best neergezet als naïef, maar vaak ook als verrader, wordt doodgezwegen of gecensureerd. Je bent voor of je bent tegen. We hebben dat al eerder gehoord. Dit groepsdenken belemmert een realistische analyse van het conflict en daarmee ook de kans op een pragmatische oplossing, een kans op vrede. Een kritische blik op de eigen stellingname, dat is misschien wel de zwaarste opgave in oorlogstijd. Vaak is het niet zozeer de waarheid die als eerste sneuvelt in oorlog, maar vooral het vermogen tot zelfkritiek en zelfreflectie. Laten we dus emoties en verontwaardiging erkennen, maar ook analytisch en nieuwsgierig blijven. En kijken waar de huidige koers ons brengt en of dat wijsheid is. Laten we vertragen en twijfelen aan ons gelijk, al is het maar voor een moment. De tweede reden waarom het gesprek over oorlog snel verwoordt tot een cacophonie, is omdat we het in onze gesprekken doorgaans over hele verschillende oorlogen hebben. Oorlog wordt vaak voorgesteld als een duel. Als een gewapende strijd tussen twee vijanden. Maar oorlogen zijn veel eerder clusters van conflicten. Met ieder hun eigen oorzaken en constellaties die op elkaar inwerken en elkaar versterken. Zo'n perspectief kan ook worden toegepast op wat dan nu de Oekraïne-oorlog is gaan heten. Na meer dan een jaar van regionaal geweld en mondiale instabiliteit stelt zo'n analyse ons in staat om de verschillende clusters en typen van conflicten en hun bijbehorende partijen, belangen en angsten te onderscheiden. Uit hoeveel conflicten bestaat deze oorlog eigenlijk en hoe grijpen die in elkaar? Aan de hand van een eerste schaalindeling van klein naar groot, als ik dat probeer, dan zie ik hoe die oorlog uiteenvalt in vijf clusters. Als eerste zijn er de lokale conflicten en spanningen in de Oekraïnse samenleving die aan het licht kwamen na de val van de Sovjet-Unie. Hier zien we het geweld tussen de pro-Russische en pro-Oekraïnse milities. Gedreven door een mix van machismo, militarisme, extreem nationalisme en met claims over zelfbestuur en zorgen over het behoud van taal en identiteit. Die dan wel weer degelijk gedeeld werden door delen van de bevolking. Het afgelopen jaar vluchtten bijvoorbeeld ook 3 miljoen Oekraïners naar Rusland om een idee te geven hoe percepties van veiligheid uiteenlopen. Al snel muteerde dit eerste conflict in een intrastatelijk conflict. Toen lokale milities geïncorporeerd raakten in de Oekraïnse staatsstructuren en in het leger. En hiermee begon dan de burgeroorlog over de Donbass. Vervolgens is er een derde conflict. En voor velen in Europa is dat het meest prominente. En dat is de mutatie van de burgeroorlog naar een interstatelijk conflict tussen Rusland en Oekraïne. De inzet van deze oorlog gaat over territorium en bestuur. En raakt aan de soevereiniteit van Oekraïne. Maar parallel hieraan lopen nog een vierde en een vijfde conflict. Beide zijn geopolitiek van aard. Dat is de strijd tussen de VS-NATO aan de ene kant en Rusland aan de andere kant. En die handelt over militaire invloedssfeer en over veiligheid. Maar ook over economische afzetmarkten, energie, de positie van NAVO en de wapenindustrie. Het vijfde conflict is ook geopolitiek, maar dan mondiaal. Hier is een strijd gaande tussen de VS en China over unipolariteit en wereldmacht. En op dit moment worden al die vijf conflicten uitgevochten in Oekraïne. En zien we hoe belangen en allianties zich vermengen en elkaar versterken in een hele complexe dynamiek van interactie. Het is interessant daarbij om te zien hoe de wapenindustrie baat heeft bij alle vijf de conflicten. En ook hoe wapens reizen van het ene conflict naar het andere. Van ieder van die vijf conflicten is het nodig de vraag te stellen. Welke belangen staan hier op het spel?
En misschien nog wel de moeilijkste vraag, welke behoeften liggen er verborgen onder deze belangen? Maar ook, wie heeft er voordeel bij dat deze oorlog niet stopt? Ik wil in het laatste deel van mijn verhaal hier vanmiddag kijken naar hoe de Europese Unie vooral de nadruk lijkt te leggen op conflict 3, het interstatelijke conflict. En niet goed lijkt te begrijpen hoe het figureert in de geopolitieke conflicten 4 en 5 en wat daarvan de risico's zijn. Wat ik zie is hoe niet alleen de strijdende partijen op ramkoers liggen, ook de Europese Unie heeft zich vastgezet in onwrikbare principes. Niet alleen Kiev en Moskou maken zich op voor een nieuwe escalatie. Ook veel Europese bewindslieden hebben zich met woorden en beloften inmiddels vereenzelvigd met een vertoog van doorvechten tot het bittere einde. Koste wat het kost, met alle risico's en ongeacht het aantal slachtoffers. In dit vertoog staat het terugwinnen van territorium centraal. Daar waar een half jaar geleden nog het herwinnen van de grenzen van 24 of 23 februari het doel leek, is dit nu intussen opgeschoven naar het terugwinnen van het hele, van alle bezette gebieden, inclusief de Krim. Zelensky mag hierin bepalen hoe ver hij wil gaan, maar de EU is bereid de strijd te steunen tot het bittere einde. Het scenario waarop de EU lijkt in te zetten in Oekraïne is echter onwaarschijnlijk, destructief en risicovol. Het gedroomde script waarin Russische troepen zich uit heel Oekraïne terugtrekken en waarbij een verzwakt Rusland afziet van een nucleaire escalatie, is volgens veel experts een van de minst waarschijnlijke uitkomsten van deze oorlog. Het blijven vasthouden aan deze interpretatie van winnen brengt grote risico's voor Europa. Maar wat is dan wel denkbaar? Is er een alternatief? De positie van de EU is niet realistisch, maar wel heel begrijpelijk. Er zijn hele goede argumenten voor het terugwinnen van territoriale controle. Door de Russische agressie af te straffen met een tegenoffensief worden principes van het internationaal humanitair recht, zoals territoriale integriteit, soevereiniteit en non-interventie, verdedigd. Deze principes zijn essentieel voor het behoud van de toch al wankele internationale orde. Met haar steun voor een volledige terugdringing zendt de EU een duidelijk signaal uit. De Russische annexatie is onacceptabel en kan niet zonder gevolgen blijven. De tragische en misschien paradoxale implicatie van zo'n principiële stellingname is echter dat deze de kans op een exit strategy ondermijnt. Principes zijn namelijk niet onderhandelbaar. En aangezien Oekraïne al sinds 2014 de controle over delen van zijn grondgebied kwijt is, kunnen principes zoals soevereiniteit alleen hersteld worden door het terugveroveren van het gehele territorium, dus inclusief de Krim. Europese bewindslieden zetten zich hiermee, hoe goed bedoeld ook, klem in hun eigen vertoog. Zo'n volledige terugwinning van territoriale controle is militair strategisch onwaarschijnlijk en de focus erop is destructief. Zo'n strategie zal nog veel meer mensenlevens kosten dan de huidige 200.000. En daarbij is ze risicovol, want de kans op een NAVO-Rusland aanvaring wordt erdoor vergroot. En bij een nederlaag van Rusland is er kans op de inzet van nucleaire middelen. Kortom, het vasthouden aan de huidige koers zal onvermijdelijk leiden tot een lange, bloedige oorlog met kans op nucleaire escalatie. Dat zal niet alleen tot nog meer verschrikkingen op de grond leiden, maar ook hoge kosten met zich meebrengen voor burgers in Europa. De auteurs van het recente rapport Avoiding a Long War van de RAND Corporation wijzen erop dat het Poetin-regime een aanval op de Krim, waar de Russische Zwarte Zeevloot is gevestigd, als existentiële bedreiging ziet van de nationale veiligheid. Zeker gezien de grote investeringen en risico's waarmee die annexatie gepaard ging. Maar ook Ruslands gebrek aan conventionele slagkracht en het feit dat tactische kernwapens regelmatig worden genoemd zijn daarbij van belang. Want na een jaar van oorlogsvoering ziet niet alleen Zelensky, maar ook Poetin zijn wantrouwen alleen maar bevestigd. Als mede de vrees dat hij de zoveelste regime change kandidaat is van het Westen uit het recente verleden. De Taliban in 2001, Saddam Hussein in 2003 en Gaddafi in 2011 gingen hem voor. Hoe komen we uit deze ramkoers? Allereerst is het belangrijk het strategische positieverschil te erkennen tussen de Biden-regering en de Europese Unie. Daar waar Washington vooral handelt vanuit haar positie als hegemoon en daarbij ook strategische doelen behaalt, denkt aan een sterk verenigd NAVO, de impuls aan de Amerikaanse wapenindustrie en export van vloeibaar gas, staat de EU zich voor op een politiek van principes en lijkt de oorlog vooral te zien als een interstatelijke strijd tussen David en Goliath. Het is belangrijk dat verschil te erkennen.
Toch betekent het niet dat de EU haar principiële positie moet laten varen. Maar er zijn ook andere middelen dan oorlogsvoering en om principes hoog te houden. Door te volharden dat schendingen van soevereiniteit onacceptabel zijn en door het niet erkennen van gebieden door oorlog verkregen. Het VN-handvest benadrukt tevens dat lidstaten zich verplichten om het risico op oorlog af te wenden en vrede en veiligheid te versterken. En daarnaast leren we van denktradities uit de filosofie, maar ook uit het humanisme, dat er ook andere principes bestaan in oorlog. Zo dient er in oorlog een redelijke kans te zijn dat de doelstellingen worden gerealiseerd. Maar ook moet het kwaad dat de oorlog aanricht in redelijke verhouding staan tot het goed dat ermee wordt beoogd. Beter een onrechtvaardige vrede dan een rechtvaardige oorlog, zo leerde Cicero ons al. Er zijn veel aspecten aan deze oorlog waar wij geen invloed op hebben. In plaats van te blijven aansturen op de weinig kansrijke, destructieve en risicovolle strijd om territorium, kunnen Europese regeringen beter hun beperkte instrumenten aanwenden om een verschuiving naar de-escalatie te bewerkstelligen. Door ons te richten op de inzet van instrumenten zoals wederopbouw en veiligheid voor Oekraïne, bijvoorbeeld door de aansluiting bij de EU, en voorwaarden rondom neutraliteit, garanties en sanctieverlichting richting Rusland, kan er een begin gemaakt worden met een proces dat uiteindelijk zou kunnen uitmonden in onderhandelingen. In de eerste maand van deze oorlog was er nog een echte kans op vrede. Maar de diplomatie heeft gefaald aan alle kanten. Het is schokkend om te lezen hoe het Verenigd Koninkrijk en de VS begin april 2022 de onderhandelingen in Istanbul torpedeerden en Zelensky aanzetten om door te vechten. De archieven zullen moeten uitwijzen wat daar precies is gebeurd. Rusland had er bij de onderhandelingen in Istanbul blijkbaar mee ingestemd zijn troepen terug te trekken tot het niveau van 23 februari, dus voordat de aanval begon. En Oekraïne had toegezegd af te zien van het NAVO-lidmaatschap en geen stationering van buitenlandse troepen of militaire faciliteiten toe te staan. In ruil daarvoor zou het veiligheidsgaranties krijgen van staten van zijn keuze. En de toekomst van de bezette gebieden moest binnen 15 jaar diplomatiek worden opgelost, waarbij nadrukkelijk werd afgezien van militair geweld. Dat klinkt heel mooi nu, na een jaar van verwoestend geweld en ruim 200.000 doden. En er is op dit moment heel weinig kans op een constructieve dialoog. Die is heel moeilijk geworden. De pijn moet gebroken worden en de woede raast. En ook ver buiten het slagveld overheerst het zwart-wit denken, de oorlogsretoriek en de pathos. We kunnen Poetin toch niet belonen voor zijn invasie, wordt mij vaak teruggeworpen. Dat is ook moeilijk verteerbaar. Maar wat willen we dan? Wat is dan wijsheid? Het alternatief is een lange, gruwelijke oorlog met grote risico's voor ons allemaal. Het is tijd voor een ander narratief over wat winnen betekent. Overwinnen betekent ook de terugkeer realiseren naar een normaal leven. Een einde maken aan het sterven, de opbouw van een nieuwe veiligheid en tonen dat menselijkheid uiteindelijk overwint. Oorlog is een tijd waarin taal geweld tegen een verbeelde vijand normaliseert en waarbij iedere vorm van vergelding geoorloofd lijkt. Het analyseren van oorlog en geweld vraagt om een kritische blik en een grondhouding die wil vragen en analyseren zonder meteen in kaders van goed en kwaad, normaal en abnormaal te bevallen. En dat is lastig, juist ook omdat wij zelf onderhorig zijn aan dit script. Wordt Europa gewelddadiger? Dat was de vraag die het Vredesinstituut aan mij meegaf. En ja, ik denk dat dat zal gebeuren als we niet bereid zijn tot kritische zelfreflectie over onze eigen aandeel in deze oorlog. Ik pleit hier dus voornamelijk voor de titel eigenlijk van deze bijeenkomst. Hoe we de dialoog moeten blijven aangaan in onzekere tijden. Een werkelijk begrip van oorlog is pas mogelijk als we in staat zijn naar onszelf te kijken door de ogen van onze vijand. Dank u wel. Dank u wel, professor Demmers, voor deze zeer interessante voordracht. En over die gebeurtenissen in Oekraïne willen wij natuurlijk graag nog even doorgaan. Want de focus in het politieke en het publieke debat die ligt momenteel heel erg op het slagveld.
Er is veel minder aandacht voor de ontwrichtende kracht van oorlog of voor de oorlogsslachtoffers. En ook de pogingen tot dialoog, professor zei het al, die lijken schaars. En daar willen wij nu graag dus even over praten. Met drie interessante gasten, die mogen er ondertussen komen bijzitten. Dat is Jan Baljouw, VRT-journalist. Guy Goris, voormalig hoofdredacteur van Mo-magazine. En Irina Zbrojek, sectorcoördinator van het Vlaams ondersteunend team voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Welkom allemaal. Irina, ik wil graag met jou beginnen. Je hebt uiteraard veel contact met Oekraïners, zowel met vluchtelingen hier als met mensen in Oekraïne. Hoe zou jij de sfeer bij hen omschrijven? Goeiedag iedereen en dank u wel voor de uitnodiging. Het is moeilijk om het met één woord te omschrijven, maar wat ik zeker kan zeggen, en gisteren heb ik nog gebeld met mijn vrienden in Oekraïne, mensen zijn niet bereid om op te geven. Om vrede te sluiten op welke voorwaarden dan ook. Er zijn werden al veel te veel wonden ingeslagen. De verliezen zijn massaal, niet alleen fysiek qua infrastructuur, maar ook mentaal, waardoor ik de signalen echt niet opvang, nog hier, nog in Oekraïne. We zijn moe, laten we het gewoon stoppen. Mm-hmm. En zorgt dat dan voor druk vanuit de Oekraïnse samenleving op de politiek om sneller tot onderhandelingen over te gaan? Wel, nee. Nee. Nee, inderdaad niet. En het is inderdaad een feit. Hoe meer er gevochten wordt, hoe meer mensen er sneuvelen, hoe meer verwoestingen er aangebracht worden. De heropbouw zal veel langer duren. Maar toch, mensen zijn ervan bewust wat het meebrengt. De bezetting bijvoorbeeld. Er zijn er zeer veel, men zegt, het gaat tot 10 miljoen... internally displaced persons, dus vluchtelingen, de ontheemden die oorlogsgebieden, bezette gebieden verlieten en in Oekraïne verblijven. Mensen horen al die verhalen wat mensen meegemaakt hebben. Iedereen is door die oorlog geraakt. En wat ik hoor, alleen als de Russen komen gaan wij vluchten. Onder de Russen gaan wij niet leven. Dus onderhandelingen zijn nu zeer moeilijk voor Oekraïners. Ja. Jan, jij hebt ook heel wat terreinervaring in Oekraïne en je was er vorige maand nog. Hoe schat jij op basis van jouw ervaringen bij de troepen en bij de bevolking die wil tot onderhandelen in? Sluit jij je aan bij wat Irina zegt? Ja, die is nihil op dit moment. Ja. Ik heb met heel veel mensen gesproken, van in de loopgraven tot in de regering. En je merkt dat op dit moment iedereen wil doorvechten. Hè. De Oekraïners hebben eigenlijk op 24 februari een heel zware keuze gemaakt. Ze hadden kunnen beslissen van, ja oké, het gebeurt, we gaan ons niet verzetten. Maar ze hebben de keuze gemaakt om zich te verzetten. En ze zijn bereid om hun eigen leven daarvoor op het spel te zetten. Er hebben zich heel veel mensen aangemeld bij het leger. Je komt in de loopgraven, kom je heel diverse mensen tegen, mijn leeftijd, zestigers, vaders van kinderen. Dus heel de samenleving zit aan dat front ook. En dat betekent dat er voor Oekraïne, dat dit geen abstract conflict is. Dit is echt iets dat voor hen gaat letterlijk over leven en dood. En ze zeggen van kijk, wat Rusland wil opdringen aan ons, dat willen we niet, hè. Zoals Irina zegt. Daartegen gaan we vechten. En zelfs als ik ervoor sneuvel, is het mij dat waard. Maar ze zijn niet meer bereid om te leven onder dat Russisch systeem. Iets wat trouwens Rusland niet had verwacht. Hè. Rusland had verwacht dat dat verzet helemaal weg zou zijn. Maar dus nu, op dit moment, vind je... met iedereen met wie je spreekt, en inderdaad, het is zo, de oorlog is niet zozeer de toestand aan de frontlijn. Dat is niet het probleem. Het probleem is dat het leven van ieder Oekraïner is fundamenteel overhoop gehaald door die oorlog. Dus het is een enorme impact op het leven van alle Oekraïners. En dus iedereen die je tegenkomt zegt van ja, we willen doorgaan tot Rusland verslagen is of teruggedrongen is tot buiten de grenzen van Oekraïne. En dat merk je zelfs bij mensen die, politici bijvoorbeeld, maar ook mensen die vroeger
pro-Russische opvattingen hadden. Ik heb in bijvoorbeeld in Krivo Rog de militaire commandant ontmoet. Dat was in mei, een tijdje geleden, Vilkun. Was een pro-Russische presidentskandidaat tegen Zelensky. Op 24 februari heeft hij gezegd van nee, ik wil met de Russen niets te maken hebben. Ik ga meehelpen mijn stad te verdedigen. Zelensky heeft hem aangesteld tot militair commandant, hè, zijn grootste tegenstander eigenlijk. En hij is de man geweest die letterlijk bijna de Russische opmars naar Krivo Rog heeft tegengehouden. En je merkt dat bij heel veel van die pro-Russische politici de houding helemaal is omgeslagen, zelfs bij hen. Zij willen eigenlijk met Rusland niets meer te maken hebben. Ja. Een en al strijdvaardigheid dus. Guy, ik kom ook even bij jou. Ik zag jou druk noteren tijdens de voordracht van de professor. Je hebt recent nog gepleit voor meer aandacht voor diplomatieke mogelijkheden. Zie jij ergens momenteel tekenen van aanzet tot dialoog, waar het vandaag toch hier over gaat? Goh, dus ze zijn few and far between, zoals we dat in het Nederlands zeggen. Er zijn er heel weinig en dat heeft te maken, denk ik, met de oorlog zelf. Mijn standpunt is altijd geweest, ook van begin vorig jaar, de dag dat Poetin de grens overgetrokken is met het Russische leger, is de mogelijkheid om de oorlog te voorkomen, was natuurlijk voorbij. Dus op dat moment zit je onvermijdelijk in een oorlog, in een oorlogslogica. En die heeft zich de afgelopen meer dan een jaar intussen, heeft die voor verwoesting en voor verstoring gezorgd van ongeziene schaal. Dus je kan niet verwachten dat de mensen in Oekraïne zeggen van ja, laat ons gaan praten met de Russen en we moeten toch beter leren overeenkomen. Die kans is er zeker geweest, is verspeeld. Ik ben het zeker eens met professor Demmers daar juist dat we aan crisissen zelfreflectie moeten doen over de aanloop naar 24 februari. Dat zou zeker helpen om vooruit te gaan denken en om te zoeken naar wat zijn die nieuwe veiligheidsstructuren en vredesstructuren die we in Europa nodig hebben en waar we sowieso aan moeten beginnen werken en moeten uitkomen. Er is onlangs, ik denk dat is voor zover dat ik het volg, het laatste wat timide voorstel geweest was er de Chinese démarche om te zeggen we moeten toch tot een overeenkomst komen. De 12 principes die China daar naar voren geschoven heeft zijn koel onthaald in Rusland, zijn net niet weggehoond door het Westen en waren zeker onvoldoende voor Oekraïne. Dus je kan zeggen, initiatieven voor diplomatiek overleg maken vandaag geen kans. Ik denk dat daar de Europese Unie kansen laat liggen om een andere rol te spelen en om zichzelf en als direct betrokkenen op het Europese continent om zich te manifesteren met andere belangen, met andere demarches ook dan alleen binnen NAVO-verband. De NAVO is een militair verband dat grotendeels aangestuurd wordt door de Verenigde Staten. De Europese Unie heeft andere belangen en zou ook andere initiatieven kunnen nemen. Bijvoorbeeld door te zoeken op welke manier kunnen wij samen met China of samen met India, samen met de G20 of zo, of in dat verband, hoe kunnen er platformen gevonden worden waarop nieuwe ideeën, nieuwe stappen, onderhandelingen eventueel of voorbereidingen, want op dit moment lijken onderhandelingen onmogelijk, maar die moeten wel voorbereid worden, die moeten ergens voorbereid worden. Dus ik denk meer aandacht geven aan wat niet gebonden of niet gecommitteerde, niet deelnemende wereldmachten zoals India en tot op zekere hoogte China zijn, daar meer aandacht aan geven, is één. Twee, de Europese Unie moet leren om zijn eigen of haar eigen veiligheidsbelangen te definiëren en daar ook initiatieven rond te ontwikkelen die losstaan van de NAVO. Ik denk dat dat veel meer moet gebeuren. Dus wordt er op dit moment diplomatiek veel gedaan? Nee. Zijn er veel kansen? Ook niet. Maar de noodzaak groeit met elke maand oorlog. Omdat, ondanks het feit, en ik begrijp dat Oekraïners zeggen no pasaran. En dat moet je ook steunen. Want je kan
toch niet de agressor belonen. Maar het einde van Oekraïne is ook geen cadeau aan de Oekraïners. Dus gebruik maken van de afstand en tegelijkertijd in de ogen zien hoe groot onze betrokkenheid is, zou ons tot andere daden moeten leiden, tot andere initiatieven dan waar we vandaag staan. Mm-hmm. Zeker. Als ik soms het hoor, het probleem zit niet in Oekraïne, het probleem zit in Rusland. Op dit moment is er geen enkele indicatie dat Rusland, president Poetin, bereid is om te praten. Rusland zegt dat wel, maar dat ze willen praten, maar eigenlijk willen ze alleen maar praten onder Russische voorwaarden. Namelijk dat Oekraïne de annexatie van die vier provincies zou erkennen. Eigenlijk wil Rusland nog heel Oekraïne onder controle krijgen. Mm-hmm. Dus wat er denk ik moet gebeuren is proberen inderdaad, ik denk via andere landen zoals India, China, proberen van maximale druk te zetten op president Poetin om hem te overtuigen dat het niet zal lukken. Dat hij zijn doelen niet zal verwezenlijken. Vermoedelijk is het daarvoor nu nog te vroeg, want Rusland denkt nog altijd dat het militair toch nog iets kan bereiken in Oekraïne. Niet op de korte termijn, maar op de lange termijn. Dat de steun van het Westen zal verminderen. Dat er bijvoorbeeld Trump opnieuw president zal worden in 2024. Dat is wat Poetin nu bezig is. Hij beseft van korte termijn lukt niet, maar misschien zal in het Westen de onvrede stijgen over de steun aan Oekraïne. Er komen verschillende verkiezingen aan. Dus dat is het spel dat gespeeld wordt. Maar ik denk belangrijk nu is om de oorlog op een of andere manier te kunnen beëindigen, is proberen van Poetin te overtuigen. Zal heel moeilijk zijn, hè, want China wil dat momenteel nog niet doen. En de verhouding met China is ook niet evident. Want China wil absoluut niet dat Rusland verliest op dit moment. Want dat zou voor China een probleem zijn. Maar ik denk dat er moeten contacten gelegd worden om een bredere alliantie op te bouwen die inderdaad, bij wijze van spreken, Rusland nog meer isoleert en Rusland nog meer overtuigt van het heeft geen zin om verder te vechten. En er zijn kringen in Rusland, zelfs in de omgeving van Poetin, die ook niet tevreden zijn met de oorlog. Alleen op dit moment hebben zij hebben het niet voor het zeggen. Op dit moment zijn het de hardliners die het voor het zeggen hebben. Maar ik denk als de problemen voor Rusland nog zouden toenemen, zowel militair, financieel, economisch en ook geopolitiek, dan denk ik, dan kan de druk op Poetin wel verhoogd worden om eventueel hem een stap te laten zetten. Ik denk dat Poetin nog altijd een rationele leider is. Dat hij uiteindelijk hij zal kiezen om een totale nederlaag te vermijden. Ik denk niet dat hij kernwapens zal inzetten. Dat is volgens mij niet zijn bedoeling. Hij zal op een bepaald moment, als het er echt op aankomt, zal hij ervoor kiezen om aan de macht te blijven en de totale nederlaag te vermijden. Maar daarvoor is op dit moment de druk niet groot genoeg, nog niet, omdat de Russische samenleving eigenlijk de gevolgen van de oorlog relatief weinig ondervindt. De Russen leven eigenlijk een vrij normaal leven op dit moment. En zolang dat blijft duren, dat is ook wat hij wil doen, hij wil de Russische samenleving afschermen van die oorlog, zolang dat blijft duren, kan hij ongestoord verder gaan. Mm-hmm. Die ingreep of die verschuiving waar je met name China zou proberen te overtuigen om meer druk te zetten op Poetin om niet door te gaan, die is volgens mij alleen mogelijk als het Westen ook harde garanties gaat toevoegen om een veiligheidsstructuur op te bouwen die niet op westerse expansie gericht is. Er is, ik denk, de vijfde conflictlaag die de professor daar juist aangaf, lijkt mij van doorslaggevend belang in deze oorlog en in het voortduren van deze oorlog. En ook het gebrek aan veroordeling dat vanuit het globale zuiden over de oorlog komt. En dat heeft juist te maken met het feit dat het Westen keer op keer getoond heeft dat het wel zijn eigen
wel zijn eigen expansie of zijn eigen machtsuitbreiding blijft nastreven, keer na keer. En dus daar moet een einde aan komen. En de principes van soevereiniteit en van rechtsorde, internationale rechtsorde, die moeten ook voor ons gelden. En dat moeten we ook hard maken. Daar is heel veel wantrouwen gegroeid de afgelopen 20, 30 jaar. En dat moeten we meenemen in de benadering die we zoeken. En ik denk zelf dat China is absoluut niet gelukkig geweest met deze oorlog. Omdat het de tweestrijd tussen China en het Westen of de Verenigde Staten te vroeg op de spits drijft. China is een machtspretendent op wereldschaal, maar probeert daar op een andere manier mee om te gaan. En dat wordt doorkruist door deze oorlog. Dus ik denk dat er wel aangrijpingspunten zijn op vlak van realpolitiek met de grootmachten. Maar dan moet je ook erkennen dat er andere belangen zijn dan diegene die nu vlak voor onze ogen staan. Ja, Irina. Mag ik daar ook op ingrijpen? Het is niet alleen zo dat men niet bereid is in Oekraïne nu emoties zijn te hoog, etcetera, om te onderhandelen met Rusland. De garanties, de zekerheid dat zelfs komen ze tot een akkoord, dat Rusland die akkoorden zal respecteren, is nul. Vertrouwen is zero gewoon. Op het moment dat de Minsk-akkoorden bezig waren, de onderhandelingen na de invasie van 2014, en daar wil ik ook, professor, ik ben het met u niet eens, dat was geen burgeroorlog in Oekraïne. En Oekraïne was een van de weinige post-Sovjet-staten van de 15 republieken die eigenlijk geen etnische conflicten heeft gekend. Ik kom uit Oekraïne, ik leefde in Oekraïne. Er kunnen er oneenigheden zijn over de taal, maar om te zeggen dat conflicten, dat één taalgroep, andere taalgroep of extremistische groeperingen andere mensen zouden viseren, we kenden dat niet. En daarom was die oorlog voor ons ook iets dat ons overdonder heeft. Maar dus tijdens de onderhandelingen, na het begin van de oorlog in 2014, Poetin stond persconferentie te geven. En op hetzelfde moment werden er al wapens geleverd en werd er opnieuw gestreden op het front. Dus wantrouwen is immens. De ontmoeting met Xi Jinping heeft het ook getoond. Ze maken een gezamenlijk statement. Poetin zegt, geen staat mag zijn kernwapens op het terrein van grondgebied van een andere soevereine staat zetten. Klein minder dan een week later, wat doet hij? Hij kondigt aan. Oké, dat is een aankondiging. We weten niet of het effectief komt. Wij stationeren onze tactische kernwapens in Wit-Rusland. Dus met alles wil hij tonen, ik ben de baas. Ik leef akkoorden na, zolang ze mij, voor mij gunstig zijn. Op het moment dat het niet zo is, stop ik ermee. En vandaar is het nog één punt dat die onderhandelingen zo moeilijk maakt. Ja. Maar helemaal eens, maar dat wantrouwen is dus wederzijds. En als je... Dat is bijna een beetje een geprivilegeerd... De denkoefening om van iemand die buiten het conflict staat, om een stap terug te zetten. Ik denk, wij doen er de Oekraïners of de vrede geen dienst, wij bewijzen geen dienst, als we gewoon ons één op één identificeren met het standpunt en het wantrouwen en de strijdlust van de Oekraïners die ik volg. En nogmaals, ik heb ook altijd gezegd, we moeten Oekraïne ondersteunen om die invasie en die schending van de soevereiniteit, om die ongedaan te maken. Daar is geen manier waarop je die kan aanvaarden. Maar als je terugstapt en kijkt naar de aanloop naar het conflict, dan is er meer dan Poetin. Dan is er ook de druk, iedereen weet dat, in 2008, de halfslachtige belofte die de Verenigde Staten afgedwongen hebben dat Oekraïne lid zou kunnen worden van de NAVO, heeft een enorme breuk gecreëerd tussen Rusland en de NAVO. Over Oekraïne en Georgië. En dat heeft niet geholpen. Je kan dat niet ook wegdenken. Dus ik wil maar zeggen,
Het wantrouwen wegwerken is zeker een van de... Of laat ik het anders zeggen, onderhandelingen. Daaraan zullen we moeten beginnen met een diep en wederzijds wantrouwen. Je gaat niet... Het is geen kampvuur waar dat we naartoe gaan. Het is een harde machtsonderhandeling tussen verschillende landen. En de soevereiniteit van Oekraïne staat daar, denk ik, vooraan als een voorwaarde. Maar daar zal toch moeten mee onderhandeld worden. Op een of andere manier, op een of ander moment. Er is een paar keren verwezen in de toespraak daar juist ook naar de Krim. Op welke manier ga je daarmee omgaan? Dat wordt een belangrijke oefening voor de internationale diplomatie. Mijn pleidooi is altijd geweest, investeer een pak meer in die diplomatie. Zorg ervoor dat er kanalen zijn, dat er mensen zijn die dat kunnen doen, dat er gewerkt wordt achter de schermen. Op dit moment wordt er alleen maar gepraat over de vraag hoe kunnen we zo snel mogelijk en zo hoog mogelijk onze militaire investeringen verhogen. Terwijl dat er niemand praat over het versterken van de diplomatieke kanalen, van de overlegstructuren, van de internationale gemeenschap, om dat te voorkomen. En ik denk dat we dat minstens ook moeten doen. Mm-hmm. Ik wil heel graag iets in het debat gooien, namelijk de rol van Europa. Europa jarenlang actief als vredesduif. Ik ga het aan jou vragen, Jan, op het internationale toneel. Maar in dit conflict speelt Europa toch een andere rol. Wat betekent die nieuwe houding van Europa voor toekomstige relaties tussen de Europese Unie en Rusland? Ik denk dat Europa heeft heel lang een beetje in de illusie geleefd dat onze veiligheid een gegeven was. Dat wij stabiliteit, veiligheid... dat gegarandeerd was. Ik heb ook gemerkt in de aanloop naar de oorlog in Oekraïne dat heel veel mensen niet konden geloven dat het zou gebeuren, terwijl de tekenen waren evident. Het is de best voorspelbare oorlog die er afgelopen 20, 30 jaar is geweest. Je zag het zo aankomen. Je kon bijna de datum voorspellen, maar heel veel mensen konden gewoon niet geloven dat oorlog in Europa nog mogelijk was. En ik denk dat je nu ziet dat het denken in Europa wel aan het veranderen is, heel snel aan het veranderen is. Als je ziet wat bijvoorbeeld de Duitse minister van Buitenlandse Zaken zegt, een groene minister, Baerbock, die pleit voor enorme wapenleveranties aan Oekraïne. Dat had je 2 jaar geleden nooit gehoord uit de mond van zo'n politicus bijvoorbeeld. Dus het denken is heel sterk aan het veranderen. Het probleem voor Europa op dit moment is, ik vind het inderdaad ook wat Guy zegt, dat het meer zijn eigen belangen zou moeten nastreven. Het probleem is dat Europa op dit moment dat instrumentarium niet heeft om dat te doen. Dus Europa, als het er echt om spant, en dan gaat het meestal over militaire zaken, staat Europa eigenlijk nergens. In de Libië-oorlog moest Europa na 3 dagen al naar Washington bellen omdat de munitie op was, bijvoorbeeld. Terwijl Amerika duidelijk had gezegd van dit is niet onze zaak, dit is jullie zaak. Dus Europa gaat moeten nadenken van hoe het die problemen op het Europese vasteland, want het is eigenlijk een Europees probleem, het is geen Amerikaans probleem. De oorlog in Oekraïne is in de eerste plaats een Europees probleem. Eigenlijk zouden wij dat zelfstandig moeten kunnen aanpakken. Maar het lukt niet omdat we, denk ik, de afgelopen jaren vergeten zijn dat er ook nog zoiets is als veiligheid. En dat we toch bedreigd kunnen worden in onze veiligheid, dat wat de stabiliteit, de levensstandaard die we hier hebben, dat niet altijd zo zal blijven duren. Dat je soms ook opofferingen daarvoor moet brengen, zoals bijvoorbeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog dat ook gebeurd is. Dus je moet wat je hebt, moet je ook durven verdedigen. Dus ik denk dat voor Europa in de toekomst een belangrijke uitdaging gaat worden. Want natuurlijk, je zit met het militaire aspect, dat is nu volop bezig. Je ziet dat Europese landen zwaar aan het investeren zijn in defensie. Maar daarnaast zit je ook met je moet ook diplomatiek, inderdaad, moet je de tools ontwikkelen
om inderdaad die contacten te leggen. Ik zie dat momenteel niet gebeuren of in gespreide slagorde. Ik zie Charles Michel af en toe reizen maken. Commissievoorzitter von der Leyen gaat ook af en toe op stap. Maar zo een gecoördineerde Europese aanpak waar alle Europese lidstaten over akkoord zijn. Bijvoorbeeld in contacten met India, met China, met het zuiden. Dat is iets wat er op dit moment nog, volgens mij nog niet is. En dat heb je wel nodig. Dus dat, ik denk dat wij voor een heel grote uitdaging staan. Te meer omdat de Verenigde Staten al duidelijk heeft aangegeven dat het zich voor een groot deel wil terugtrekken uit Europa. Voor Amerika is dit is eigenlijk een wat er in Oekraïne gebeurt, komt op een heel slecht moment voor Amerika. Want Biden wou zich concentreren op China, op komst van China. En dat lukt momenteel niet echt, omdat de aandacht volledig is afgeleid door Oekraïne. Maar dus Amerika zal in de toekomst, en zeker als er een Republikeinse president komt in 2024, laat staan Trump of iemand anders, zal Amerika zich nog veel meer richten op China en zullen wij er alleen voor staan. Zoals toen Trump in 2016 president was, stonden we er eigenlijk ook alleen voor. Mm-hmm. Irina, ik zag jou knikken tijdens de uitleg van Jan. Weet jij hoe ze in Oekraïne kijken naar de rol van Europa in het conflict? Er is zeker heel veel dankbaarheid. Want zeer veel mensen zijn gevlucht. Als ik gewoon over menselijk aspect spreek, heel veel mensen zijn gevlucht. En voor de mensen die daar gebleven zijn, is het een punt om zeker te zijn, oké, ze zijn in veiligheid gebleven. Uiteraard komt er heel veel steun, zowel nu al voor heropbouw van de verwoeste gebieden en uiteraard militair. Oekraïense militairen die trainingen volgen in het buitenland. Dit wordt met veel dankbaarheid aangenomen. De andere kant, en dat hoorde ik gisteren iets meer toen ik met mijn vrienden praat, we zijn toch een wisselstuk in een groot spel. Dat voelt men ook. Oké, altruïsme in groot politiek of geopolitiek bestaat amper. Dan moet je ervan gewoon bewust zijn. Dus zeker dankbaarheid, zeker hoop die bijvoorbeeld aankondigingen over de kandidaatstatus van Oekraïne als om ooit lid te worden van de EU, werd ook zeer warm onthaald. Het is niet dat dat nu het grootste probleem is of bekommernis. Dat is een leugen natuurlijk, mensen staan daar niet mee op. Maar zoals kritiek luidde, dat is eigenlijk een valse hoop geven aan Oekraïners en dat kan zeer lang duren. Ik voel dat dat anders gepercipieerd wordt. Voor vele mensen is dat een externe controle, een duidelijk plan. Oké, we moeten aan die en die en die voorwaarden voldoen om misschien ooit lid te worden. En hoop dat er ook controle zal zijn, niet alleen van binnen Oekraïne, maar ook meer controle van buiten, dat die stappen gezet worden. Dus ik denk dat de algemene stemming positief is naar de rol van Europa betreft. Ja, en specifiek naar Vlaanderen, de inspanningen die wij hier leveren? En naar Vlaanderen, daar kan ik ook zeggen, omdat ik op mijn werk bezig ben. Ik werk bij VLOT, Vlaams ondersteuningsteam voor opvang Oekraïnse vluchtelingen. Er wordt vaak zo wat smadend gedaan over de hulp die België of Vlaanderen aan Oekraïne kan leveren, militair. Maar wat ik zie, zijn de enorme inspanningen die gedaan worden door Vlaanderen om de mensen die naar hier gevlucht zijn, dat zijn momenteel iets meer dan 67.000, om ze duurzaam en veilig opvang te bieden. En dat is zeker geruststelling voor de mannen, zonen of vrouwen en moeders die in Oekraïne zijn gebleven, dat hun gezinsleden veilig zijn. Mensen die hier zijn, voelen, ze worden zeer goed, meestal zeer goed begeleid, voorzien van een woning, een cursus, etc. Dus dat is zeker niet te onderschatten. Dit moment, het gaat niet alleen over militaire hulp, maar dit is ook zeer, zeer belangrijk wat Vlaanderen voor Oekraïne en voor de Oekraïners doet. Mm-hmm. Ik ga nog een laatste vraag aan jou stellen. Denk jij
Hoop jij op vrede snel? Kan het voor jou snel gebeuren? Of kunnen zij elkaar ooit niet meer als gezworen vijanden zien, Russen en Oekraïners? Moeilijk. Zeer moeilijk. Ik ben een voorbeeld. Mijn familie is een typisch Sovjet familie. Sovjetbeleid was mensen verspreiden, etnische groepen verspreiden. Mijn grootvader was een militair. Hij was arts in het leger. Hij was geboren dichtbij Odessa. Mijn grootmoeder was van Rusland. Mijn mama is in Leningrad, Sint-Petersburg geboren. Mijn tante in Sevastopol. Dan leefden ze in het noorden. We hebben familie in Rusland. Dus een mix. Altijd banden, altijd op bezoek gaan bij elkaar. Zij naar ons, jaar in jaar uit. En die banden zijn nu volledig kapot. Omdat wij wel in telefoon gepleegd hebben sinds het begin van de oorlog. En wij hoorden, jullie weten de waarheid niet. Jullie worden niet gebombardeerd. Of dat zijn jullie soldaten die dat doen. En de nazi's, et cetera, et cetera. Dus onmogelijk om te praten. En hoe verder, hoe meer de emoties gespannen worden, hoe moeilijker het is om zich in te beelden, eens de oorlog gedaan is, hopefully, eens de vrede er is en er wordt gewerkt aan heropbouw, om te zeggen, oké, nu slaan we de pagina over en is de verzoening daar? Nee, dat zal zeer lang duren. En ik denk, misschien alleen wanneer er echt openbare publieke erkenning komt vanuit Rusland, een brede publiek, van wat er gedaan werd, wat er gebeurd was. Dat het niet gedoseerd was op school en dat het niet gepercipieerd is als heldendaad, maar als misdaad, zoals het in Duitsland. Dat was een zeer lange, moeilijke periode voor Duitsland. Maar de manier waarmee Duitsland erom gaat momenteel, is wat wij, denk ik, verwachten. Maar nog een keer, mijn familie is ook moeten vluchten, maar we hebben niemand verloren. Mensen die alles verloren hebben, gezinsleden verloren hebben, gemarteld, verkracht werden. Ik denk dat voor hen het nog veel langer en veel moeilijker zal worden. Mm-hmm. En dat is verschrikkelijk eigenlijk, wat Poetin en zijn regime aangedaan heeft. Niet alleen verwoestingen, maar het imago van zijn land en die intermenselijke relaties gewoon voor decennia verwoesten. Dat is verschrikkelijk. Oké. Hartelijk dank voor dit boeiende gesprek, Irina Zbrojek, Jan Baljouw en Guy Goris. En zo zijn we bij het einde gekomen van dit vraaggesprek. En terwijl de sprekers naar hun plaats mogen terugkeren, wil ik graag samen met u naar een kort filmpje kijken. Ja. Kunnen we daar naar het filmpje kijken over het Vlaams Vredesinstituut in 2022. En nadien zal Niels Duquet, de directeur van het Vlaams Vredesinstituut, ook nog even terugkijken op dat drukke jaar, maar vooral ook vooruitblikken op alles wat nog komt.
Goedemiddag, dames en heren. Ik heb de eer om u vandaag als laatste toe te spreken en u een kort overzicht te geven van wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan. En het is belangrijk om te weten, wij moeten dit elk jaar doen van het parlement, een verslag maken over onze activiteiten. Dat is belangrijk, dat is transparant. Maar we willen deze momenten natuurlijk ook aangrijpen om te praten, in dialoog te gaan over vrede en geweld. En ik denk dat we vandaag gezien wat het belang daarvan is. De verschillende perspectieven met elkaar in debat laten gaan, denk ik, verruimt onze visie over hoe we nadenken over vrede en geweldpreventie. Nu, het Vlaams Vredesinstituut werd 20 jaar geleden, bijna 20 jaar geleden, in 2004, opgericht door het Vlaams parlement om via onderzoek, advies en voorlichtingsactiviteiten eigenlijk bij te dragen aan vrede en geweldpreventie hier in eigen samenleving, maar ook in de rest van de wereld. En aan de basis van die oprichting lag ook die Vlaamse vredesgedachte Nooit meer oorlog. En oorlog leek lange tijd iets vanzelfsprekend. Vrede in Europa, ja, dat was zo vanzelfsprekend. De oorlog in Oekraïne heeft ons heel pijnlijk met de ogen doen opengaan dat vrede nooit definitief verworven is. En die oorlog die kwam uiteraard meermaals aan bod hier in het Vlaams parlement, hier boven ons in de plenaire vergadering, in de verschillende commissies. En zeer snel, 24 februari zelf al, veroordeelde het Vlaams parlement onmiddellijk die militaire invasie van Rusland en uitte haar solidariteit met de bevolking van Oekraïne. En die oorlog in Oekraïne heeft natuurlijk ook een aantal thema's waar rond wij werken volop in schijnwerpers geplaatst. Denken we maar aan wapenhandel, wapenleveringen. Denken we maar aan nucleaire ontwapening, aan polarisering, aan hoe om te gaan met een gewelddadig verleden. Al die thema's werden natuurlijk een stuk actueler. En we zijn ervan overtuigd dat vredesonderzoek, onze kerntaak, de kerntaak van het instituut, een belangrijke bijdrage kan leveren aan de bouw van duurzame vrede. Zoals je net kon zien in het filmpje, hebben de onderzoekers van het Vredesinstituut zeer druk gewerkt afgelopen jaar. In de cluster wapens, vrede en geweld hadden we aandacht voor de defensie-gerelateerde sector in Vlaanderen, de exportcontrole van conventionele wapens, maar ook van dual-use producten, die nucleaire ontwapening, illegale wapenhandel, wapengeweld. Denk maar aan de vele schietpartijen in onze samenleving, die blijven spijtig genoeg zeer actueel. En ook in onze andere cluster rond conflict, vrede en samenleving hebben we gewerkt rond vredeseducatie, groepsgeweld, maar ook op polarisering en radicalisering. En ook dat blijft spijtig genoeg razend actueel. Denken we maar aan de gebeurtenissen van gisteren, waar een aantal jonge volwassenen werden opgepakt omdat ze een terroristische aanslag zouden beramen. Zoals u gaat kunnen lezen in het jaarverslag zelf, heeft dat onderzoek eigenlijk geresulteerd in zeer veel publicaties. We hebben 10 onderzoeksrapporten zelf gepubliceerd. We hebben nog eens 8 analysenotas gepubliceerd, 4 beleidsadviezen. En onze medewerkers hebben bijgedragen aan nog 10 externe publicaties. Dus een 24-20 publicaties het afgelopen jaar. En we hebben die resultaten en die adviezen natuurlijk ook zoveel mogelijk toegelicht op verschillende fora. We hebben 12 evenementen zelf georganiseerd. We hebben ook aan een 40 evenementen deelgenomen van externe organisaties. We zijn dus zeer druk bezig geweest. Om het even heel concreet te maken, elke maand hebben we ongeveer 2 publicaties gepubliceerd. Elke week waren we wel ergens ter lande om te praten over oorlog en vrede. En dat is belangrijk voor ons, praten over oorlog en vrede. In dialoog gaan met anderen is echt wel belangrijk. En dat is belangrijk in onze zoektocht naar antwoorden. En we maakten er ook dit jaar het thema van ons jaarverslag aan, juist om dat belang te onderstrepen, zeker in deze tijden. Meerstemmigheid, constructief in dialoog gaan met elkaar, dat is niet gemakkelijk. Dat kan zeer moeilijk zijn, maar het is wel zeer noodzakelijk om tot vrede te komen. Want vrede, dat laat zich niet vangen in een eenduidige slogan of definitie. En precies daarom gaan onze onderzoekers ook in dit jaarverslag zijn zij gaan praten met andere onderzoekers, met andere mensen in ons vakgebied, om in dialoog te gaan over een aantal van hun thema's. Dus lees zeker het jaarverslag, lees zeker die interviews. Ik hoop dat er een aantal frisse ideeën naar boven komen. Nu, Oekraïne is natuurlijk iets wat we niet kunnen wegdenken. Dit is hetgene wat ons zeer hard geraakt heeft het afgelopen jaar. En het heeft ook een aantal meer fundamentele vragen naar boven gebracht. Wat betekent vrede nu eigenlijk precies? Is vrede louter de afwezigheid van wapengeweld? Of is het meer dan dat? En vanuit het Vredesinstituut zijn we ervan overtuigd dat vrede meer is dan enkel die negatieve vrede, maar dat we ook wel voldoende aandacht moeten hebben voor die positieve vrede.
Maar positieve vrede, dat is moeilijk te omschrijven. Wat is dat dan precies? Positieve vrede is gericht op het wegnemen van die grondoorzaken van geweld. Hoe kunnen wij werken aan een duurzame, geweldloze, rechtvaardige samenleving? Dat is positieve vrede. En werken aan positieve vrede, dat moet een absolute topprioriteit zijn, zeker in tijden van oorlog. En ik zei het daarnet al, Vlaanderen heeft zeer snel duidelijk stelling genomen in het conflict in Oekraïne en nadrukkelijk de wens geuit om bij te dragen aan vrede. We doen dat via de opvang van vluchtelingen, maar ook op andere manieren. En het Vredesinstituut probeert daar ook een rol in te spelen. Het afgelopen jaar zijn we ook begonnen met een eigen onderzoekslijn rond vredesgericht buitenlands beleid. En wat kunnen wij doen vanuit Vlaanderen om meer vredesgericht beleid te gaan ontwikkelen? En we doen dat op basis van onderzoek. Wij zijn gaan kijken naar hoe andere staten en deelstaten in Europa dat hebben aangepakt. We zijn in dialoog gegaan met Vlaamse beleidsmakers, met de academische wereld, het middenveld, om te gaan kijken wat zijn de lessen die we daaruit kunnen gaan trekken. En begin mei 2023, dus over een aantal weken, zullen wij in de Commissie Buitenlands Beleid van het Vlaams Parlement onze onderzoeksresultaten komen toelichten en ook het advies waar Jan daarnet naar verwees. Dus wij zien wel verschillende stappen die Vlaanderen kan zetten om een vredesgericht buitenlands beleid te gaan ontwikkelen. Een heel belangrijke les uit het onderzoek is dat je meer moet doen dan enkel louter branding. Je moet jezelf niet zomaar een vredesregio noemen, je moet dat ook effectief doen. En dat zien we uit onze buitenlandse voorbeelden. En we denken dat Vlaanderen op dat vlak heel veel mogelijkheden heeft. We hebben een aantal bevoegdheden die daar zeer goed voor geschikt zijn. Onderwijs, cultuur, jeugd, ontwikkelingssamenwerking, buitenlandse handel, economie, onroerend erfgoed. Dat zijn allemaal bevoegdheden die Vlaanderen heeft, waarmee we een verschil kunnen gaan maken. En die een verschil kunnen zijn, niet alleen bij ons, maar ook vooral op andere plekken in de wereld, om die samenlevingen robuuster te maken tegen het uitbreken van geweld. Zowel in Oekraïne als in de rest van de wereld. En dat brengt ons ook naar de rest van de wereld, het internationale luik. Ook op dat vlak proberen wij vanuit het Vredesinstituut, of hebben we dat afgelopen jaar zeker geprobeerd en blijven we dat doen, een voortrekkersrol te nemen. Het afgelopen jaar brachten we herhaaldelijk verschillende Europese vredesinstituten samen. En dat mondt zich uit in een conferentie die we op 8 en 9 mei organiseren hier in de Schelp in het Vlaams Parlement, waarbij we met andere vredesinstituten op zoek gaan naar hoe we kunnen een bijdrage leveren vanuit dat onderzoek naar beleid en praktijk. Normaal gezien ligt er op elk van jullie stoelen een uitnodiging. Jullie kunnen alvast inschrijven via onze website. Maar het is echt wel de bedoeling om daar mensen samen te brengen, internationaal opnieuw in dialoog te gaan. En die extra aandacht voor vredesthema's, dat willen we niet alleen internationaal, dat doen we ook in eigen land, door op zeer symbolische momenten allerhande evenementen te organiseren. Ik denk maar aan de Internationale Dag van de Vrede. Ik denk ook aan onze jaarlijkse 11 novemberlezing dit jaar met Geert Mak. Maar we doen dat natuurlijk ook op andere manieren. En belangrijk daar is, denk ik, het benadrukken van onze Nobelprijs, van het Nobelprijstraject hebben ontwikkeld. Het is nu al 2 jaar op rij dat we eigenlijk aan Vlaamse scholieren zelf de kans geven om te beslissen wie wij gaan nomineren voor de Nobelprijs voor de Vrede. Dat is een manier om jongeren te laten nadenken over wat vrede precies betekent en hoe zij daar ook heel concreet een bijdrage aan kunnen gaan leveren. En dit jaar zijn we ook bezig met het ontwikkelen van een educatief pakket, zodat ook andere mensen die jonge mensen willen inspireren, zij in de klas of daarbuiten, rond vrede, dat ze daar een houvast hebben. U zult het horen, u hebt het gehoord vandaag, het is een heel vruchtbaar jaar geweest. Ik wil dan ook een aantal mensen bedanken. Eerst en vooral het team van het Vredesinstituut zelf, voor hun enthousiasme, hun inzet, de kwaliteit van hun werk. Het zijn zij die dagelijks bezig zijn met werken aan vrede, met de vormgeving van dat Vredesinstituut. Daarnaast ook de voorzitter en de rest van de Raad van Bestuur, Wetenschappelijke Raad, voor de constructieve dialoog die we nu al een aantal jaren aan het voeren zijn, om na te denken hoe kunnen wij ons nog beter positioneren om nog beter te kunnen gaan bijdragen tot vrede en geweldpreventie. En als laatste natuurlijk ook aan de voorzitter van het Vlaams Parlement en aan de diensten van het parlement om ons daarbij elke dag opnieuw te ondersteunen op heel veel verschillende manieren. Nu, we gaan dat blijven doen. De werkzaamheden gaan door in 2023. En in deze onzekere tijden en opgejaagd door die oorlog in Oekraïne staan we namelijk voor een aantal heel belangrijke keuzes. Je hebt er een aantal al gehoord daarnet. Maar hoe ver willen wij gaan met onze militaire uitgaven?
investeren we eigenlijk wel genoeg in andere zaken die ook kunnen bijdragen tot duurzame vrede? En waarin precies moeten we dan investeren? Dat zijn heel belangrijke keuzes, omdat ze lange termijn gevolgen hebben. En dat vereist dus ook transparantie. Dat vereist een goed democratisch en maatschappelijk debat en democratische controle. En het is heel belangrijk voor ons dat we die dialoog blijven voeren. En dan ook zeer vereerd dat wij als onafhankelijke onderzoeksinstelling van dit Vlaams parlement op deze plek zitten om die rol te gaan spelen. Want zoals ik zei, die bevoegdheden van Vlaanderen, ja, die kunnen echt wel hefbomen zijn voor duurzame vrede in Oekraïne en daarbuiten. En wij denken dat het Vlaams parlement daar een heel belangrijke motor voor kan zijn. En daarbij kan het ook in deze turbulente tijden blijven rekenen op het Vredesinstituut om er daarbij zoveel mogelijk te ondersteunen. Dank u wel.